probleem is dat we voor patiënten op de afdeling graag de urineproductie willen bijhouden. En dat willen we zo graag omdat we weten dat dat een belangrijke maat is voor hoe het gaat met de patiënt. En vaak als het acuut slechter gaat met de patiënt, dan was de urineproductie daarvoor al veranderd. En we vragen dan de verpleegkundige op de afdeling om met een urimeter, zoals ik die hier heb, bij te houden hoe het staat met de urineproductie. Maar dat gebeurt handmatig en dat is niet alleen tijdsintensief. Het is ook erg onnauwkeurig om op deze manier de urine bij te houden.